De broadcast is live. Nou, ik zie nog YouTube. What up? Vandaag. Er was één. En dan deze op het eind, hè? You never know. Maar zijn we live niet? Nee, ik zie nog niks. We live staan. Oh ja, hij loopt als goed is 20 seconden achter of zo. Oké. Okay, ik krijg mensen dadelijk wel om te zien. Top. Ik ga het ook even kijken. Goed dit? Dan gaat iedereen op de livestream kijken. Hij loopt inderdaad achter. Zet uit. Zet uit. Ja, maar we zijn dus live. We hebben twee kijkers. Wat we vandaag gaan doen. Met een aantal gasten hebben we een kleine Sint op bier georganiseerd. Oorspronkelijk volgens mij naar een idee van Bas of, en of Robert. Robert. Dit jaar was Robert de initiatiefnemer. Vorig jaar weet ik het even niet meer. Er zijn wat meer pakketjes uitgedeeld, maar die zijn nog in transit. Deze vier mensen hadden wel de tijd gevonden en ook het pakket kunnen vinden wat de Sint voor ze achtergelaten heeft. Dus ik ben erg benieuwd wat er dit jaar in mijn doosje zit. Wat in je schoentje zit, bedoel je? Ja, ik heb een doosje. Het is geen schoenendoos dit jaar. Vorig jaar was het een schoenendoos. Ja, wat kist dan, joh? Ja, dat is mooi sleuteldoosje. Waar zal die toch vandaan komen? Ja, dat vertel ik dus ook, maar ik kan zo meteen dat het niet is. Deze doos kun je natuurlijk overal scoren. Maar wat hadden jullie op je verlanglijstje? Meer al opeens verdacht stil. Op een verlanglijstje? Dat is een goeie. Wat hadden jullie op je verlanglijstje staan? Ja, dat is een goede vraag. Ik had IPA's en stout, volgens mij. Donkere bieren, liever kwaliteit dan kwantiteit. En ik denk dat de Sint daarnaar heeft geluisterd, want het is geen groot doosje. Goeie, volgens mij zijn vorig jaar precies hetzelfde ook. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb echt geen flauw idee meer. Voor mij heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Normaal gesproken ben ik van de, zoals Merel, dan gore bieren. De blond biertjes en dat soort dingen. Maar ik ben ook een beetje aan het verkennen nu. Hè. Ik voel me een beetje humble bij al die bierkenners, als niet bierkenner. Maar ik heb de stoute schoenen aangedaan voor wat trippels, meen ik. En de overstap naar misschien iets, ja, weet ik veel, iets leuks. Die Hertog Jan bieren waren jou goed bevallen, toch? Die waren mij goed bevallen, ja. Ja, ik heb, was het vorig jaar, had ik voor mij in mijn Sinter bierbox ook een whisky bier. En die was me, die vond ik... Ja, toen had je volgens mij Gouden Krolis Cuvée. Nee, niet Cuvée van de Keizer. Gouden Krolis Whisky Infused. Ja, die heb ik laatst ook een paar flesjes van gehaald. Die is ook Heb jij die whisky barrel aged bieren van de Bergenbrouwerij wel eens geprobeerd? Dat zijn, in mijn inzicht, best wel oké whisky barrel aged bieren. Misschien als whisky liefhebber. Kansas. Zijn ook niet heel, erg duur volgens mij. Dus. Het zijn wel leuke bieren. Oh, sowieso leuk om het te proberen, toch? Robert, hallo. Hallo Robert. Ik ga weer specialist avond. Zullen we voorzichtig gewoon eens de doosjes open gaan trekken? Nou, had jij een soort idee waar ik niks van begreep? Ja. Nee, niemand begreep er iets van. Maar dat gebeurt wel vaker. Ik had een idee, ja. Bring it on. Peter, wat is jouw favoriete getal? 26. 9. Welke Peter? Welke Peter? Doe jij maar Peter. Oké. 4. Oké, Peter heeft Buris, ik ben weer 4. Andere Peter? 7. 7. Merel? 2. Teddy. En dan pak ik zelf 3. Dus ik heb hier, wat jullie helemaal niet zien, dus een supergoed idee weer ook, een bingo monetje staan. Met daarin 90 balletjes. En die ga ik gewoon draaien. En als er dus een getal met als eerste cijfer een 4, een 2 of een 7, of wat had ik zelf? 3. Een 3 komt, dan mag diegene als eerste zijn doos uitpakken. En later dan een biertje uittrekken. Okay. Snap je het nog? Ja. Ik ben benieuwd. Oh, balletje kwijt. We beginnen met bal nummer 41. Dat betekent dat Peter de doos in ieder geval open mag trekken. Nou, dat ga ik te doen. Welke nummer had je zelf, Simon? 3. Let nou eens op. Sorry. Nou, doei Peter. Ik ben benieuwd. Oh, ik ga trouwens ook iets openmaken. Wij ook. Ik niet. Ik laat biertje. Ik doe even gewoon heel standaard eventjes. Dit is echt heel saai, maar...
Ik ga maar over het zijde. Goor! Leffe Blond, dat vind ik toch wel echt het goorste bier van de wereld. Eigenaar, vorige eigenaar ook, en die zei van, ik heb een sixpack voor je, alsjeblieft. Heel fijn. Nice. Oh, dit bier heeft echt zijn beste tijd gehad. Zonder. Oké. Okay. Zo, meestal als het over de datum is, heeft het ook zijn beste tijd gehad. Dus even een reminder voor de volgende keer. Oké, dan. Sint heeft in ieder geval een gedicht gemaakt. Ah, leuk. Humor. Humor. Ja, jongens. De neus is in ieder geval niet veelbelovend. Wie is hier zo... nou ja, goed. Oké, okay, komt-ie. Beste Peter, 5 december is gekomen en moet... En doet uitkomen al jouw dromen. Ach, wellicht niet allemaal, maar ik ga toch zeker met een paar aan de haal. Toen de Pieten mij die intro lazen, begon ik mij al te snel te verbazen. Ik heb dat nog eens goed gelezen en toch maar naar de prullenband verwezen. Enfin, tijd voor de echte opening, anders open je nooit dat ding. En met dit ding bedoel ik dat pakketje, anders kun je niet met een gerust hart naar bedje. Ja, Peter gaat toch nog niet naar bed de komende tijd. Nee, dat duurt nog wel eventjes. Wel goed gereikt. Ja, zeker. Ik ben weer in het land der bieren aangekomen. En heb daar gehoord van vele dromen. Sommige mooi en sommige naar. En die volgen soms gewoon elkaar. Het jaar begon natuurlijk kloten. Corona kwam met grote vloten. En nu aan het einde van het jaar is dat Robin nog steeds niet daar. Nog steeds daar, sorry. Voor jou wellicht ook wel wat fijn. Dan had je zomaar vaker thuis kunnen zijn. Maar helaas heb je als vak de zorg gekozen. En daar ging het leven niet altijd over roos. Maar goed, ook dat hoort er dan bij. Genoeg over dat gedoe. Nu over jij. Verse papa en dat is fijn en daar mag je best trots op zijn. Begrepen dat alles goed gaat met de kleine en dat is dan ook precies het fijne. Pieten hebben je het hele jaar niet gehoord. Nee, die luisteren naar jullie ongestoord. En die vingen ook iets op van Sinterbier. En dat is natuurlijk de reden waarom ik ben hier. Ik vind het deze ook heel mooi zijn, denk ik, ja. Serieus? Pakketjes leveren met man en macht, potverdorie, wat een pracht. Geen smoked of peated bieren voor jou. Voor jou? Met een T erachter? Voor jou? Want dat is niet waar jij van houdt. En jou betekent natuurlijk gewoon jou, maar ik zocht een woord dat rijmen zou. Kwaliteit boven kwaliteit en het liefst donker of zwaar. En ook nog wat je nog niet kent of op voorraad hebt daar. Nu kan ik veel en mijn pieten zijn goed, maar jouw voorraad tover ik niet zomaar uit mijn grote hoed. Oh, hij heeft het goed. Oh, hint. Mhm. Dus als je het al kent of hebt Dus als je het al kent of hebt bedreven, dan is dat iets wat je mij moet vergeven. Met een tap, mijn best gedaan en zo is het uiteindelijk gegaan. Iets met mollen her en der, soms van hier en soms van ver. Maar altijd met een 4 of hoger bewogen, anders ben ik door een tap bedrogen. Want de kwantiteit, daar gaat het om. En ik ben oud, maar toch niet zo dom. Maar soms ook gewoon wat leuke bieren, anders zit je wel met een heel laag aantal te klieren. En niet van Freddy, die werd ontvoerd, want hij heeft ondanks dat toch beroerd, geboerd, benieuwd naar de kwaliteiten van de Sint, open dan zo je pakje onder bewind, live of onlive, als het maar is opgenomen, dan zal ik kijken of ik volgend jaar weer kan komen. Ik wens je veel drinkplezier, maar niet alles in één keer. Dat komt toen je 16 was, maar nu kan dat echt niet meer. Drink het matig in coronatijd alleen, want we moeten er gezamenlijk doorheen. Ik stap weer op, heb genoeg van gehad en jij hebt het lezen van dit gedicht, ben het lezen van dit gedicht vast wel zat. Nou ja, daarom mijn beste Peter, pluk elke dag, zodat ik je volgend jaar weer zien mag. Virus Graham, mijn beste man, adieu, auf Wiedersehen, tot dan. Proost van Sinterklaas. Oké, okay, Sinterklaas. Heb je enig idee wie het is? Ik heb een vermoeden. Moet ik dat nou uitspreken? Mag, hoeft niet. Nog van YouTube. Ik heb het vermoeden dat deze Sinterklaas vorig jaar ook mijn Sinterklaas was. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik ga gewoon beginnen. Was het getypt of was het gans geschreven? Getypt, dus ik kan daar niks aan herleiden. Oh. Nou, we gaan beginnen. Als jij er nou één biertje uit pakt, dan doen we daarna even iemand anders, dan zijn die ook een beetje onderweg. Goed idee? Dan hebben we zo een beetje, hoe leren we een beetje rond? Ja, iedereen een beetje het woord.
hier voor één biertje. Van. Niet eens ingepakt. Nee, niet eens ingepakt. Van Vloem. Uit Appingedam. Dat verraadt ook altijd weer een hoop, vind ik. Oké. En... Dat vind ik ook wel. Ik heb nou wel een idee. Ja, maar toch? En dat is een triple. En dat is een nieuwe. Ik hou wel van een goede triple. Welke is dat? Een... Wat is dit? Ik ken hem helemaal niet. 8,8% triple. Op het label komt niet open. Het is een label met een schilderij erop. Ja, heel mooi label. Maar ik dacht dat ze over waren gaan op blikken. Ja, maar ik kan ook... Triple kan wat ouder zijn natuurlijk. Gebrouwen aan het Museumplein. Veendam, bla bla bla. Grunings Gold heet het. Ja. Ik zie ook niet zo snel wanneer dat nou gebrouwen is. Maar... Nou, een trippeltje. Ik hou wel van een goed trippeltje. Dus, hier ben ik erg blij mee. En ik had het nog niet gedronken. Dat heeft het zin. Ik had het mooi opgeteken. Maar wilde je nu gaan wisselen? Ja, ik ben een balletje aan het pakken, maar ik kan er niet bij. En de bal is nummer 1. Dus die heeft niemand. Nee, ja. Nee, dat zat er dik in en dat ging gebeuren. Ja. Op zeker. Ballen. Ballen is ballen. Ja, toch? Dat klopt. De 6 en de 5 is ook van. Shit, wat een idee weer. Zit er vol van. En nu heb ik de 5 en de 5. Hey, dit werkt wel. Ik vind het leuk. Oh, hier zit een getal op wat iemand heeft. De 7. Ja. Nou, we moeten hem aan geloven. De mes is erbij. Daar komt de krant vandaan. Dagblad van het Noorden. Ik... Ik ga hem gewoon de maag verbreken dat ik hem niet mag openen voor 5 halen. Komt vast goed. Ik weet niet of iemand het hier kan zeggen, maar ik denk niet dat je de ronke kiel haalt zou worden. En anders maar wel, zo ben ik er ook alweer. We hebben toch wel allemaal een gedicht gemaakt, hè? Ik had er wel echt geen zin in, dus dat is wel dat er een gedicht in zit, maar het is het geballetje likmevestie, hoor. Er zit wel iets in. Oh, wow. Dus ik... moet lezen. Ben ik bang. Als ik het eraf krijg tenminste. Is goed ingepakt. Ja, dat gaat gewoon weg. Hallo. Ja, dat is één. Hoppakee, handgeschreven ook nog. Er is werk van gemaakt, mensen. Handgeschreven zelfs? Handgeschreven, jawel. Is het te lezen? Ik ga mijn best doen. Is het netjes? Beste Peter. Dan is het een merel. Sint hoefde niet lang na te denken wat hij jou eens moest schenken. Want Peter wilde gewoon bier. Blond, triple of wit. Maar laat zich ook verrassen door een IPA of bier waar whisky in zit. Wat een jaar was dit voor jou. Behalve corona in je leven had je ook wat anders aan je hoofd. In september ben je namelijk met Linda verloofd. De Sint wens jullie natuurlijk veel geluk, maar riep ook meteen Sint Pieten. Dutch PlayStation gamer gaat trouwen. Gaat hij zijn naam nu naar PlayStation Duo verbouwen? Die huwelijksdans komt in ieder geval goed, want Sint heeft lopen spieken en steldansen kunnen Linda en jij als de besten. Jullie beheersen alle foefjes en technieken. Hopelijk smaakt het bier je goed, Peter. Hij wenst jou een heerlijke 5 december. Aan de bieren kun je misschien raden wie jouw Sint is, maar voor nu laat ik je nog een paar seconden in het ongewis. Liefs de Sint. Dus, chapeau voor de dichter. Applausje voor jezelf, Merel. Klein spoilertje tussendoor. Robert, die zegt 100% Merel. Ik ga eruit pakken, die van mij zijn wel ingepakt, zie ik. Ik kan me anders herinneren, Robert, dat ik van jou ook een handgeschreven brief kreeg vorig jaar. Oh ja. Ja, maar die was wel moeilijk te lezen. En wie heeft er zoveel inside information van Pete? Ik bedoel... Sorry? Nou, het was best wel een persoonlijk gedicht. Ja, maar je had een hoop dat je dat kunnen weten als je... Ik moest wel even graven, maar... Ja, nou. Je hebt van die mensen die dat allemaal bijhouden, hè? We hebben die hele jaar al wachten op Sinterbier, natuurlijk. Nee, ik moet alles verbouwen, hè?
Ik ben benieuwd, mensen, wat dit gaat zijn. Het is een klein flesje met grote inhoud. Dat is de trots van Uje, blond. Uje? Heeft het dan nu al voor verraden, of ben ik nou de enige die... Even zien, er is een blond bier. Zet er dan verder wat geks op. Merel, vond je het niet heel raar om blond bieren te gaan kopen? Wat zei je? Ja, nou ik moet zeggen... Oh. Het heeft wel mijn, mijn hart geschaad. Ik had even een bivakmuts op. Was zo erg? Even kijken. Nee. Ik ben benieuwd, zeker van alcohol. Ik ga er vanzelf van genieten. Dankjewel. Zeker. Had even iemand een 2? Ja, Simon. Voor, ik had een 2. Nou, we hebben er 2. Dus Merel is aan de gang. Ja! Oké. Okay. Maar hij is niet zo zwaar. Okay. Nou, het lijkt een heel groot pakket, maar hij is best wel licht. Dus ik denk flikken. Prank, ik weet het niet zeker of dit Robert, nog steeds voor een... Ja, klopt. U de... Even gemak houden. Oh, moet er komen dan. Moet er komen. Maar, wat zou ik nou zeggen? Oh ja, ik weet dus nog steeds niet of dit nou wel echt mijn pakketje is. Maar, only time will tell. Het zou echt super lachen zijn dat daar gewoon, ja, gewoon een random ready. Andere vriendengroep is. Ik wou het heel wel eens zeggen, maar ik dacht... Tupperware party-achtige dingen, zeg maar. Oh ja, ik zie er iets in wat ik zag iets van Eik staan. Dus. Oké. Okay. Wel een mooie handschrift. Oh, oké. Okay. De Sint eer hij begint. Merel is niet blind, maar wordt toch door menig die ik bemint. Sorry, zegt ze vaak, maar niet als excuus. Van zulke hoge verwachtingen raakt de Sint al gauw beduust. Al die excuses en een haat voor IPA's. Wat moest Piet Peter hier toch weer mee? Mm. Lekker lokaal of van heinde en verre. Ze wisten voor Sint zelfs de weg te versperren. Een biertje van Brouw Piet Simon, zou dat wat dat zijn? Maar het oordeel van Crafty en van Eik bracht weinig geil. Hè? Een insider in Alkmaar, dat klinkt toch fijn? Maar Piet Robert deed om geen beding mee met deze schijn. Het hoge noorden dan met de eindbaas Piet? Oh, eindbalspiet. Maar ook bij Van Erp sloeg de Sint niet. Maar wat er dan wel in zit, dat weet de Sint wel. Jij nog niet, dus kijk maar snel. Groetjes Sint en niet zo zwart Piet. Oké, het is dus Piet Peter. Maar is het erg dat je steeds niet weet welke Peter? Ja. Nobody knows. Okay. Nobody knows. Well, maar sorry, door de inside joke om sorry denk ik wel dat ik een... Ik weet niet zeker. We hebben trouwens wel een steady aan het kijken, hè? Love dit. Oh! En een candy cane. Love it. Een blikkie. Dat is het eerst. Ik ga de rest even... Holy fuck, wat is dit? Jesus Christ. Dit is Chris de Coconut Crab. Oh mijn god. Die reactie. Ik ben al klaar. Dit is goed. Dit is goed, Chris, jongens. Ga, doe de rest maar door naar mij dan. Ja, dat kan ik ook al zeggen. Nee, maar serieus. Dit bier, ik heb echt alles afgezocht naar dit bier. Ik kon hem niet vinden, dus... Props to you, Sinterklaas. Zwarte Peter. Ik vind het echt grappig dat je nog Zwarte steeds... Peter. Dit is echt ziek. Oké, okay, gaan jullie maar door. Dat houden we zo. Merel is klaar, die trekt hem open en... Ja. Voor de rest van de weg, ja, dit was hem. Shit. 69. Niemand had een 69, ja. Hè? Simon. Nee. Jij bent nu toch de enige die nog niet heeft geopend. Oh, zal ik hem openmaken dan? Ja, zeker. Dat wel. Oh, okay. Even kijken wat Robert heeft gestuurd. Maar nog een dingetje trouwens, over dit, ik had een moersleutel gebericht of ze wisten of die nog ergens lag, want ik heb al mijn slijters gehad. En hun zeiden van, hij is niet meer te krijgen. Open de pot. Ja, ja. Ziek.
Je krijgt de glimlach niet meer weg, Mil, of wel? Wat? Je krijgt de glimlach niet meer weg nu. Nee. En hij heeft maar één biertje opengemaakt. Ja, precies. Ik hoop echt dat die andere bieren echt alleen maar kordaat of blond bier of zo zijn. Ja, dat kan. Dat vind ik best wel, want deze is best wel duur. Leffe blond 0.0. 0.0, oké. Ah, ja, misschien krijg je dan wel de glimlach van Ruzie. Ik had vorig jaar ook al gevuld hoe het leven is. Robert, jij bent nooit onschuldig. Ik heb weer moeilijk veel veeltjes ook. Dat is meestal of kenmerkend. Op basis van deze heb ik altijd een heel sterk vermoeden. Ja. Deze die doet het vermoeden alleen maar verder aansterken. Ja. Deze doet ook nog wel mee. Ja. Deze verklaart ook nog wel een en ander. Mm-hmm. En dat hij er twee keer in zit, is eigenlijk wel gewoon bingo. Mm. Dus ik denk dat de doos mijn volledige zin heeft verraden. Maar ja, van erg is natuurlijk wel gewoon dat van dat. Hebben er nog één? Ja, maar beer in the box, kom op. Wow, ik heb zelfs gelamineerd. Oh nee, net niet gelamineerd. Wow. Dat is wel een ringband ding. Ik vind het luxe. Nice. Ja, je hebt in de nachtdienst heb je alle tijd om dat soort dingen gewoon te fixen. Robert. Maar is het geschreven? Is dat waar? Nee, absoluut niet. Nee, er heeft hij van geleerd. Shit, Robert. Dat zei hij toch net al? Ik wil de anderen ook laten struggelen, ja. Anderen moesten ook pijn lijden. Ja. Hoe doe je dat, Simon? Of kan alleen jij dat? Ja, ik kan dat alleen. Ik heb zeg maar die hele stream met comments heb ik rechts staan. Die kan ik dan aanklikken en dan komen ze zo pop, omhoog. Ja. Super cool. Dat is wel beter dan op, dit is wel echt beter dan op Instagram Live, vind ik. Of op, hoe heet dat? GTV? Ja, dan nee, moet je helemaal zo scrollen. Dan zit je echt zo... Ik kan dat niet zien, hoor. Dus dat is wel chill. Joejoe. Zal ik beginnen met mijn gedicht? Beste Simon. Oh, wat heb jij het veel weer lastig gemaakt dit jaar. Niet zozeer vanwege jouw verlanglijstje. Oh nee, niet zozeer vanwege hoe jouw verlanglijstje eruit zag, maar meer vanwege hoe laat jij jouw lijstje pas hebt ingevuld. Alsof ik nog een lijstje moet invullen. Ik heb Piet meerdere keren een mail laten versturen. Ja, die mails gingen wel vaker mis volgens mij. Met de vraag of jij jouw lijstje wilde vuren. De Sint wachtte en wachtte en wachtte en wachtte en wachtte. Maar jouw lijstje kwam maar niet. Hij had je eigenlijk een zak met kolen moeten sturen. Want een oude man zou laten wachten. Foei meneer, de Sint kent gelukkig jouw smaak een beetje. En heeft dus op zijn eigen gevoel maar wat mooie bieren gekocht voor jou. Het moment dat de Sint de doos dichtplakte, ging zijn gsm af. Simon had zijn verlanglijstje ingevuld. En wat zag de Sint tot zijn grote genoegen? Alles wat Simon had opgeschreven zit in deze doos. Hebben al die uren op YouTube naar jouw filmpjes toch zijn vruchten afgeworpen? De Sint kent jou blijkbaar beter dan hij denkt. Beste Simon, voor de Sint ben jij de leukste biervlogger die er is. Blijf zoals je bent, want dat kritische en eerlijke, daar houdt de Sint van. Ik hoop dat je pakket bevalt. MVG, de Sint die altijd naar whisky riekt. Ja. MVG, oké. Okay. Nou, ik ben echt benieuwd van wie dit pakket komt, hoor. Ik zou het echt niet weten. Nee, ik ook niet. Wou die in theorie nog steeds... Toen ik net even mezelf mute, kwam dus mijn Sint van morgen kwam aan de deur. Ja, wat vanmorgen? Nou, wij doen zeg maar met vrienden, doen wij ook Sinterbier. Alleen, ik dacht al van, we wonen met 4 vrienden zeg maar in Uden. En 8 wonen er buiten Uden. Dus als het in pakketjes zat, dan was het dus buiten Uden. Maar diegene is nou aan de deur geweest, dus weet nou bijna wie het. Het was zo vet geweest dat het wel echt de postbezorger was die nu dus jouw Sinterbier pakketje kwam bezorgen. Ja. Dat je toch nog last midden mee kon doen. Echt dat ik zie wat dat is, echt? Wat je daar... Ik heb dus echt geen idee, ik zie alleen een wax op. Oeh, wegstop. Waggy. Dat zegt niks, maar volgens mij heb ik die... Oh nee, nee, toch niet. Nee, oh, dat is van La Pirata. Echt? Die heb ik dat ook. Die is ziek lekker. La Pirata. Het is de Old School Barley Wine Aged in Peated Whiskey Barrels. Met de naam Fella. Not only a gang of friends, but also brewers sharing a passion, skill and cask from this union. A first beer is the only thing that can come out. Klinkt als een collab, maar ik zie maar één brouwerij. Klinkt als een asbak. Oh, is dit niet nog iets anders?
voel ik dit? Jij had er toch dat... Ja, dat zijn die medische... Van. Ja. Volgens mij is het van La Pirata. Ja. Maar dat, is dat van La Pirata? Nee. Oh. Dat is toch een collab dan? Waarschijnlijk. Ik weet niet meer waar ze vandaan komen, maar dat is volgens mij niet van La Pirata. Oké, okay, top kek. Hier heb ik niet over nagedacht, waar ik die flesjes gelaten. Moet ik trouwens nog zeggen dat ik denk dat Robert mij heeft, of is dat overbodig? Je mag het zeggen. Ik denk dat Robert mij heeft. Ik denk dat je wat gelijk kunt hebben. Ik denk dat ik ook. Ik heb ook wel een vermoeden wie mij heeft, maar het zou misschien... ik denk dat Barista Rampage mij heeft, maar ik weet het nog niet zeker. Ja, ik denk dat jij meer om mij hebt. Had. Niemand had een 4, toch? Ja, ik. Oh, jawel. Dan ben je bingo. Nee, bingo. Oké. Okay. Ik weet niet of hier nog wat in zit. Ik denk dat die nou al leeg is, hoor. Na één bier. Nou ja, ik vroeg om kwaliteit en geen kwantiteit. Ik weet niet hoe letterlijk je dat kan nemen. Maar ik heb een blikje. En dat blikje is van Van Mol. Ah, barley wine. Eindbaas level 2 en cherry barley wine. Cherry? Ja, sorry Simon. Maar cherry barrel aged of cherry? Nee, cherry barley kersen. Wine. Ja. Ja, maar kersen met een C. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, cherry, oh. Sorry. Cherry. Excuus. Ja, nee, ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar... Ja, er zijn, Robert, ga jezelf even niet verdedigen. We weten allemaal dat jij het was. Ja, nou, inderdaad. Ik kan zeggen, Peter drinkt ook veel whisky, joh. Nee, geinig. Ik drink eigenlijk niet zoveel van Mol. Dus ik ben wel benieuwd. En ik hou ook wel van kersen, dus... De vorige eindbaas was echt heel lekker. Vond ik. Interessant. Goed, maar. Goed. Had iemand een 3? Jij? Jij had een 3. Ja. Ja, ja. Nee, ik had een 4. Oh. En Merel heeft 2? Ja, voor mij 3 toch? Ja, en Peter maar. Heeft? Ik heb 4. Goed systeem. Het andere Peter. Degene die dit heeft verzonnen. 7. Hey. 7. Ik heb nog wel iets. Ik vind dit trouwens ook heel leuk. Hier ga ik echt Instagram foto's mee maken, geloof ik. The Poetry of Hangovers, nummer 3. Ja. Fluorescent Imperial Glitter Ghost. Ghost? Lekker. Is dat die van Poesiat en Kater? Ja, op zeker. Oh, ik heb hier echt net op gecomment. Die had zeker gepost. Die vond ik zo vet, dat blik. Ja, dat is wel. Echt ziek. Is dat een beetje dan net zoals Dutch Bark heen had, met glitters erin? Ja, maar blijkbaar is deze spel lekker. En die van Dutch Bark was echt voor. Die van Dutch Bark heen. Nee, ik vond hem echt niet lekker. Ik heb hier dus echt geen idee van waar ik dit heb. Line-ups en dergelijke. Dus dat wordt right, wel next. Een ding. Next, en door. Ja, ik heb niet heel erg lang. Ja, dan moet ik nou heel vaak vieren trekken. Dus, dat zou kunnen. Ga erop. Dat was een 4. Oh, echt? Oké, ik ook niet. Eerst even de krant van het noorden een beetje wegstoppen. Yep. Pam pam pam. Oeh. Ta ta ta. Amundsen. Oeh, die is mooi. Deze serie is goud, jongen. Ja, jongen. Ik heb dus laatst nog bij mijn slijterm in dit ding in mijn handen gestaan. En toen dacht ik, nee. Het is duur ook, hè? 11 of 12 euro of zo. Maar, wederom, weer. Cherry. Heb jij een cherry thema op je verlanglijstje gezet? Nee, een cherry chocolate fudge sundae ultra pastry. Oeh. Ja, die ultra pastries zijn dodelijk. Ik bedoel, desert in a can. Ja, inderdaad. Hoeveel procent heeft die, Peter? Ik zag net 11 staan. Oeh. 13,5. Nice. Kun je gewoon echt eten als toetje. Thanks, Bas. Hey, thanks, Bas. Hij is er niet, maar thanks. Hij komt zo. Ik hoop dat hij nog even over een kwartier al gedaan, denk ik. Ah. Over een kwartier. Hij is lekker koud. Hey, White Dog Brewery. Nu de Cold Dusk. Ik wist helemaal niet dat hun ook flesjes maakten. Nee, die doen toch alleen blink?
En dat is van die cloud IPA of zo? Ja. Oké, okay, vet. Rob het altijd over heeft. Ik heb echt, ik wist helemaal niet dat we een quadruple hadden überhaupt. Gaaf. Ik wil een quadruple halen. Dus het bier bij. Hij had een halve liter, toch? Hij gaat bier halen. Oh. Maar hij had een halve liter, okay, toch? Of had hij maar zo'n 25 centiliter ding? Nou, weet je, als hier staat trouwens op dat je dit bier goed kan rijpen. Dus dat ga ik denk ook doen. Nice. Maar je hebt geen zin in de quadruple. Nou, jawel, maar... Het is gewoon leuk om te doen. Ik heb nog 2 bieren. Ik weet het niet, want bij mij zitten sommige vakjes. 2? Heb je 4 bieren gehad dan? Of 5? 5. Ja. Oh, ik heb best wel veel. Huh? Met alleen. Wie van jullie heeft het goed aan budget gehouden? Budget? Aan wat? Ik heb het op een gegeven moment losgelaten. Ja, dat had ik ook een beetje. Ik denk wel dat ik in de buurt kom, hoor. Ik zit niet op 40 euro. Even. Ik ook niet. Ik denk dat ik op 30 zit. Ik wilde mijn traditie van vorig jaar doorzetten, die ik bij Robert... maar dat is een beetje misgelopen. Hey, je bent aan de beurt trouwens. Ik had 2. Ik weet niet wat je zei. Ik leg hem even aan de kant. Nee, dat is wel dubbel, hè? Dan mag je er 2 pakken ook gelijk. Ik ga eens even kijken. Ja. Ik trouwens hier eens even. Het is heel vrolijk, trouwens ook echt in papier, mooi papier ingepakt. Ja. Beter echt dan de krant van de voren. Wat was dat? De triple van de trots van Uye. Ik kan het echt niet uitspreken, hoor. Je durft er ook gewoon niet naar je eigen slijterij. Je bent gewoon de brouwerij binnen en zegt, ja, ik weet het niet, man. Doe maar alles wat jullie hebben. Doe maar alles wat jullie hebben. Nee. Dit is wel heel toevallig dat jullie hebben. Cool. 9%. Top. Lekker trippeltje. Lekker. Ik hoop dat ik jou ook een beetje meer eer aan doe, Merel. Ik heb nu deze. Oh, nee, beter. En de sens is prima. Die ken ik helemaal niet. Ik weet het, ik ken heel deze stijl. We hebben, NSS heeft super lekkere gozes. Deze heb ik via Bas. En die had hem mij gegeven toen ik op vakantie ben geweest. En die zegt van, dan moet je die even drinken, dat is wel een lekker trippeltje. En ik vond hem zo lekker dat ik nog een keer meegenomen. Ik heb. Hij mag er toch 2 doen? Ja, een beetje mag nog een keer. Dan mag je er nou 3. Ja, je mag er 3. Dus nog 2. Dit is gaaf voor niks. Ik pak en dan mag jij er ook 1 weten. Ja, die andere Peter had ook een 4, hè? Ja, maar moeten we toch mee beginnen? Ja, maar we hebben 4, dan gaat het sneller. Jullie zitten allemaal zo te treuzelen. Geneuzel. Ja, je kijkt. We zijn pas een half uur live, joh. Ja. Dit is een Oost Vleteren 12. Oh, dit is Struisje. Oh, die is lekker. Een Old Monk's Ale. Ja, die is lekker. Maar dit is niet een Blue Monk. Wat is dit dan? Ja, een gruwelijk etiket, sowieso. Het neigt een beetje richting een quadruple, volgens mij. Ja. Maar hij is wel erg lekker. Sint-Amatus. De prijs-kwaliteit-verhouding van dat ding is echt... Ja, die is wel ziek, hè. Ik heb de Puheese Decadence uit de doos getrokken. Ja, ik weet dus nog steeds niet hoe je dat uitspreekt. Puhaste, Puheeste. Ik dacht Puhaste, denk ik. Puhaste. Puhaste. En dan de Decadence, dat is... Ik heb hem volgens mij al een keertje op. Echt een hele mooie Imperial Stout. Deze wordt toch de hele tijd gebarrel aged in allerlei varianten. Ja, dit is een van die varianten die heel vaak op die Silver Series zitten. Ja. Dit is echt, ik heb al een paar keer op volgens mij, maar super goede stout. Die zijn echt lekker. Kwaliteitsstoutje. Peter, Berry niveau. Ah, nou, mijn laatste dan. Weer een blik. En het is... Oh, jongen. Wat is? Ik vind het wel leuk dat ze het laatste komt. Bas, als je dit nog hoort, fuck jou. Mooi vind ik wel dat je dit pas komt. Het is zelfs de 0.0, of is het de gewone? Nee, het is wel de gewone. En wel met alcohol. Ja, dat wordt een feestje, jongen.
Dan zou de 0.0 zak nog kunnen openen ter plekke, maar... Ja. Merel. Doe biest. Merel is er niet bij. Nou, ik heb zojuist mijn simkaart gegrendeld. Ik weet niet wat de pincode is. Dus hij is nou gewoon gegrendeld. Robert, wanneer is je bij de hand? Hey, de Lowland Winter IPA. Die vind ik oké. Die vind je wel lekker. Ja. Het is een IPA, daar hou ik sowieso niet van. My, working my way to it. Was vet mooi. Oh, het is de M natuurlijk. Want ze hebben hem natuurlijk in allerlei letters. Ja, oké, ik vind het wel leuk. Ja. We hadden bij, waar ik werkte, hadden wij Kraft Brouwlokaal helemaal in deze IPA's. Leuk. Ja, leuk. Wat is dat geluid? Dat is een bingo molen. Oh. Ik heb weer een 2. En een 3, dus we hebben ook allebei. Yay. Ik heb eerst maar mijn ene laatste. Ik zal Bas eens even een shout-out geven, dus ik moet opschieten. Nee, ik heb er nog... Wow, hoezo heb ik zoveel? Ik heb er nog 12. Serieus? Nee, meer dan dat ook. Ik heb er nog maar 1. Oh nee, nog 10. 12 euro bieren. Ja, hoe grappig is het als iemand ons een krat had gestuurd of zo? Een krathein. Ja. En volgens mij gaat dat helemaal niet zo makkelijk een krat opsturen. Een dood Schultebrouw. Dat was oprecht. Dus gewoon zo'n 24 pack van de Aldi, huppakee. Nee, gewoon voor 25 euro als Schultebrouw. Of meer dan blij maken met Albert Heijn eigen merk IPA of zo. Oh, ik dacht van die Schultebrouw slippers. Die zijn wel goed. Wat ze! Ziek! Super Santa Choco Shake Stout. Kijk hoe leuk deze met elkaar zijn te passen. Ik zie de foto nu al gewoon. Yep. Ik heb een bier wat ik dus echt zelf expres heb laten staan. En toch iedere keer weer hoorde ik mensen van, je moet die kopen, want dit is de dikste brewdog die ik ooit gebrouwen heeft. De layer. Ik ben benieuwd wat je daarvan vindt, want ik laat hem ook altijd staan. Marshmallow en chocolate stout. Dat is echt super mooi. 7%. Dat is wel een kek label. Dat is gewoon, hoe heet dat, de kerstman? Ja, hè? Ik ben ook heel benieuwd naar die... Simon. Ja, ik ook wel, maar ook wel heel sceptisch ofzo. Maar ik ben altijd sceptisch, dus dat is middelnemen zo. Ik ga de koffie zetten. Jojo. Nee, koffie. Deze man is on fire. Sowieso. 89 heeft niemand. Verbast, ja, die eikel wist er niet. Ik heb een 4. Oh, dat is Peter. Oh, Peter was leeg, hè? Ja, Peter was leeg. Peer Instagram, sorry. Ja, moeilijk. Ja, ja. Ik denk altijd... Voor mij had hij niks meer in zijn doos, en anders mag hij dadelijk. Ik heb een 7. Hoppakee. Maar ook echt gewoon een harde 7. Die, geen 7. Dit is de echte 7. Ja, ik zat dus laat in die livestream. Ja. In mijn zo, heel goed. Adventkalender had ik het ook over 7. Maar daar komt dus schijnbaar... Dat is helemaal niet Brabants of zo, hè? Ik dacht dat dit Brabants was. 7. 7. In plaats van 7, 7. Maar dat heeft dus te maken met dat je mensen vroeger niet kon verstaan aan de telefoon. En dan zei je maar 7, want anders zeiden ze 9. Oh, ik zeg gewoon altijd 7. 7. Gewoon op zijn plaats. Platrens, 7. Dit is een opener. En nee, niet zo'n opener. De, verkeerde kant op, opener. Oh, wauw. En dit is een, wat is dit? Gebrouwen om te delen. Ja, maar dat doen we lekker niet, hoor. Rood-wit-brouw. Die hebben het ook op. Gebrouwen voor de oranje dagen, waarop de Nederlandse 3 keer hoog met paandel staat. En dit is een... orange ale. Een doordrinkbaar... Ja, volgens mij is het een oranje-wit bier. Ik weet niet zeker. Ik ben benieuwd. Dus ik ben benieuwd. Oh, Bart is er. Dankjewel. Zit hij al 3 uur kunnen wachten? Ja, ik moet backstage blijven zitten. Daar krijg ik dan helemaal geen melding van, hè? Nee. Jij bent de host, toch? Of niet? Ja, maar ik moet dan echt... Ik zit heel terecht te kijken bij de comments. Bas, hij denkt nog steeds dat hij een blikje voor jou komt. Dat denk ik. Ik wist dat hij dat gewoon lekker vindt. Dat rode steentje, dat is gewoon heerlijk. Hey, proost.
Puttel, wat ben je drinken? Wat drinken we? Mero. Mero. Ja? Oh. Kragi. Maar dat is... Oh nee, wacht, ik ben natuurlijk ook klaar. Ik ben bij de... Maar dadelijk... Ik ben wel enthousiast over... Oh nee, ja, inderdaad. Gaat Bas dan gewoon straks alles achter elkaar doen of zo? Nee, Bas gaat dadelijk gewoon even tussendoor of zo. Die begint sowieso met zijn gedicht straks. Maria Magdalena. Ik kan een keer op. Ik vond hem best wel lekker. Mooie Black IPA. Wat is dat, Mirado? Ja. IPA? Sorry? Oh, sorry, het is een Black IPA. Black IPA, oké, nice. Ik vind het ook het mooiste label van Joop wat ze hebben. Want ik vind normaal de labels van Joop een beetje... Die meesterstuk labels zijn ook oké. Ja, klopt. Zeker die, heb je die nieuwe al gescoord? Die nieuwe? Nee, ik ga het niet doen. Ik weet niet eens wat het is. Wat is het? Ja, waarschijnlijk weer painted shit en zo. Twee jaar geleden was ik helemaal niet sceptisch verder. Hey, maar wat heb ik gemist tot dusver? Alles. Bier, hè? Alles. Die zijn klaar gewoon. Wij zijn klaar. Dus jij mag. Ja, de gedichten hebben we al gehad. Maar volgens mij hebben we allemaal behalve Peter nog wel wat bier over. Oké. Ja. Maar Bas, als jij eens begint met je doos open te trekken. Ja. Dan ga ik even naar Kim toe. Nee, is goed. Maar wat was het idee met die balletjes dan? Ja, nee, iedereen had een nummer bedacht. Gek. En dat was een super goed idee, maar echt heel slecht uitgewerkt. Bas, we snappen dat nog steeds niet. Kijk. Google. Beer Merchant Book, toch niet? Er staat wel een postcode op, dus... Ja, spoiler. Ik zou even kunnen googlen van wie dat afkomstig is natuurlijk. Bij mij stond er ook een postcode op. Ik heb niet eens gekeken of er een postcode op stond. Ik ben nu de brief aan het schrijven. Ik hoop dat er ook een pakketje in de postcode stond, dan komt er niet aan. Hè. Wie heeft hier allemaal meegedaan aan de Untapped Festival? Ik heb er volgens mij nog steeds geen bier van op. Ik heb er ook nog geen bier van. Echt een slechte influencer. Jullie zijn allemaal slechte influencers. Nee, ho. Ik had gezegd dat ik die mocht cancelen. En ze sturen het nog op. Okay. Dus nee, ja. Vervelend. Ik heb ook het gevoel dat ze niks verschuldigd. Nee. Nou, go. Bas, lees hem, hoor. Zijn jullie klaar voor of niet? Ja. Kijken er ook mensen mee eigenlijk? Of, 7 stuks. Dan blijft de teller op. Okay. Oh, dit is super grappig. Hadden wij iemand 7 keer een piepje doen of wat was dit? Nee, dat is mijn koffie. Ja. Was dit? Ja. Oké, zijn jullie er klaar voor? Sowieso. Nadat Sint vorig jaar voor een whiskyfreak aan het speuren was, was hij heel erg... blij toen hij ook jouw loodje trok, beste Bas. The one and only, the myth, the legend, the boss of Epsom. Ja, voor deze beste man ging de Sint graag een extra blokje om. Met al die meiden thuis op de bank horen er ook wat lekkere bieren op de plank. Zodat je wanneer je het nodig hebt even kan ontspannen. Even geen gegil, huishouden, insta of andere plannen. Dat had ik wat soepeler kunnen voorlezen. Beentjes omhoog en genieten van een quad stout, barrel aged of niet. Enkel geen zure bieren voor jou, hoorde Sint van Piet. De Sint wilde graag zijn traditie van hout en trappist in ere houden. Maar helaas was de voorraad van de drankenhandel niet te vertrouwen. Waar er nog 4 mensen, nee, waar er nog 4 moesten zijn, was alles reeds verkocht. En moest Sint op zoek naar andere toppers van het gouden vocht. Een topper heeft hij zeker voor je gescoord. Ja. Een bier wiens voorganger, Biromaniac, zijn mond zelfs door werd gesmoord. Naast deze topper van een stout heeft Sint ook nog genoeg andere dingen gevonden waar jij van houdt. Maak je Sintenbier dus maar snel open en laat u verrassen, want Piet weet zeker dat deze bieren wel in jouw straatje passen. Oh, en Sint had ook nog een eigen bier gevonden achter in de kast, ooit met een X gebrouwen, wat nog zelfs de Sint positief door was verrast. Oh! Wow. Ja. Hey, dan nemen we een hoedje vooraf, hoor. Zo. Een prachtige rij. En nu ben ik helemaal in de war van wie mij heeft. Heb het toch maar even goed gedaan. Ik ben een beetje mindblown. Maar nou weet ik het alsnog niet eigenlijk. Maar oké, ga verder, Bas. Nee, ik heb nu wel een idee wie dat zou kunnen zijn. Maar dat terzijde. Want Robert heeft nog helemaal niks.
Nee, en, ik vind dat we in zo'n tijd naar Robert even moeten proosten. Moeten we even een minuut stilte voor Robert? Ja, even een minuutje stilte voor Robert. Ja. Robert, jongen. Ja, jongen, zo lang heb ik niet. Ik moet straks nog werken. Go, go, go. Je pakketje. Sorry. En op Peter, omdat hij nog moet werken. Je mag pakken moeten leren, jongen. Pas, trek er even uit, jongen. Wel een leuk papiertje. Heerlijk. Ik heb lekker veel herrie. Is dit dan het mysterieuze X-bier? Is dat dan niet met zeezout? Dat denk ik wel. Nou, dat kan ik zo niet ruiken, maar... Ja, hoezo, word even... Nee. Oké, okay, hij is wel donker. Dat is een ding wat zeker is. 9,5%. 9,5%. Jij weet dat gewoon heel toevallig, hè? Ja, hij heeft heel toevallig dat biertje... Hij doet heel gauw alsof hij het niet hoort, hè? Ja. Robert heeft een belangrijke vraag. Wie is de ja, maar dat weten we nog niet. Ik wil het nog niet weten. Merel wil het nog niet weten, Robert. Doei. Nee, maar ik heb recht. Ik weet nog niet wie heeft. Ik ben misschien echt heel dom hierin. Maar... Nou, pak even een biertje dan, Merel. Dan weten we misschien wie jou heeft. Dum, dum, dum. Nee, een nieuwe. Okay. Wat een nieuwe. Gewoon een nieuwe pakken. Doe gewoon een tikkeltje rond. Zijn we weer klaar. Peter ook blij. Oh, zo bedoel je. Ah. Bassie, ik heb ook nog maar één biertje. Oh, je hebt een blikje. En de Sally-trippel. Ja, hij is gewoon weer lekker. Ik heb nog wel een kistje voor je staan. Ja, neem nog even een paar mee dan. Ik bedoel, dit is... Very sticky with it. Wat vet. Left Hand Brewing, Pina Colada, Wheat Ale. Oh, lekker. Nice. Nitro. Oh. Is dat dat? Een blik ook. Oh ja. Ja, ziek blik. Oké, okay, maar ik ben echt helemaal in de war nu. Ik wil zo meteen even raden wie had. Want volgens mij weten jullie het wel en ik niet. Kan iemand me nou uitleggen wat het idee met die balletjes was of niet? Nee, want daar kunnen wij ook niet uitleggen. Ik kan wel een kindje biertje drinken en dan ga ik het proberen, ja? Oké, okay, is goed. Ja. Hoeveel... Maar, hoeveel heb jij nog in de doos zitten, Peter? Ik heb er nog 4 in zitten, volgens mij. Jezus, pak er maar één daar. Ja. Moet je nog één pakken? Ja, joh. Doe ik gewoon. Ik bedoel, ik ben een lefgozer. Ik heb deze als dekker bestaan. Als mijn Sinterklaasfles opgaat. Wat is dat? Is dat ingepakt? Ja, dat weet niemand. Dit is een klein stoutje. Ah, ik zie wel een hoofdje staan die bij enigszins bekend voorkomt. Mooi aanschrift. Dit is een Maximus Pandora Blond. Zacht, fris, fruit, 6%. Ik heb respect voor je, Merel. Je zit allemaal op. Want? Hé, hey, super tof. Dankjewel. Ik ga hem proberen. Ik ben benieuwd. Deze ken ik dus ook niet. Ik zou bier kennen als jullie dat ook niet. Ik vond het wel heel leuk om voor jou te shoppen. Want ik denk dat als ik voor de rest moest shoppen, dat ik dan gewoon shopte zoals ik voor mezelf deed. Dus gewoon van, oh, dit is vet, dit is cool, ja, dit is leuk. Maar voor jou was het echt omdenken. Er ging een wereld voor me open. Gewoon. Ja, snap ik. Maar ook gewoon wat voor bieren er zijn, hè? Ik had dat nog niet. Ja! Oh, dit kun je gewoon ook allemaal kopen. Oh, dat was even een boven. Kennelijk is mijn ex-vriendin hier ineens. Ik weet niet wat die komt doen. Ah, dat is wel gezellig als die een keertje langskomt. Ja, precies. Welk smaak is dat? 121 dagen geaged in Heaven Hill en Jim Beam Bourbon Barrels. Lekker. Lekker, lekker. Dit was trouwens wel mijn video waar ik als Jack Sparrow verkleed was. It brings back memories. Sowieso Bas, maak nog een open, heeft, je zegt, Bas, trek nog even wat open. Jij bent wel aangehaald. Hoeveel zit er in jouw doos, Bas? Oh, Bas, jouw geluid. Oh, oh, jullie hebben allemaal koptelefoontjes op. Hey, Bas, hoeveel zit er in jouw doos? Oh. Winter 7. Winter 7.
Dit is Brouwerij Bliksem. Dat is wel cool, dit. Heel cool. Ja, heb ik laatst zelf ook gekocht, volgens mij. Heb je dan toevallig twee... Ik heb niks meer. Maar dit is wel serieus lekker spul. Fuck, ik moet even wennen dat het andersom zo... Ja, dat is raar, hè? Ik vind het ook fucking wack. Ik bedenk me nu dat ik de enige ben die niet zijn Instagram naar Merel heeft gezet. Oh, Merel. Bas, ik denk dat jij even een inhaalslag moet maken, jongen. Oh, het is goed dat je dat zegt, weet je, jongen. Komt goed. Ja, ik heb zo het idee dat het ook nodig is. Ja, oké. Dit is wat stiller inpakpapier. Ja, jongen, ik had heel lang verwacht. Heb je me nou een andere naam gegeven? Kun je ons gewoon noemen wat je wil? Dit is echt super naar. Nee. Ik wil geen aanstoot geven. Bad stop. Fee. Barrel aged. Oeh, what the fuck? De 3 of de 2? 2. 3. Dit is wel even iets waar ik... Oei. Die komt even binnen. Even lekker van gaan genieten. Gewoon ook even lekker 14,5%. Okay. Dat was een bier uit je rijm ook. Ja, denk ik wel, ja. Maar deze, ik heb het ook nog nooit gehad, dus dit wordt voor mij de... Ik wilde er net als vorig jaar weer een La Trappe ook aged in doen. Maar die was op. Maar dit is wel een mooie, een waardig vervanger sowieso. Beter. Mooi alternatief. Beter. Beter. Meer beter. Nou gewoon zonder commentaar iets aan het uitpakken. Nee, ik ben hem nog een gedichtje bij elkaar aan het lezen, want ik ben echt heel confused. Nou, pak even een biertje dan, Merel. Ik heb al mijn bier al uitgepakt. Ja, laat Bas maar even doorpakken. Oh, je hebt niks meer. Ja. Bas, begin nog even, doe ik dan nog even mee. More eggs. Ik heb een beetje het idee uit welke richting mijn bieren komen. Dat, Oh, je hebt nog geen vermoeden. Je hebt alleen maar een idee. Maar even serieus, dit is een milkstout met 11%. Huh? Ja. Zo. Dat is wel cool. Pakken, Die was wel lekker overigens. Ik had die op die Beer Geeks voor ALS deel 2 op. Toen had ik aangenaam verrast. Oké, dit is wel cool. Hij krijgt wel ook een echte 9 op zoet gewoon. Was dat Simon? Dat is je mystery beer? Dit is mijn mystery beer van Bas. Overblijfsel van de adventkalender. Oké, benieuwd. En was dat dat kleintje stout? Ja, kleintje stout, milkstout idee heb ik nu heel erg. Ik weet niet of het enigszins in de buurt komt. Even een tussenvraag van Robert. De enige die nog reageert. Ik heb geen idee. Ik heb denk ik nog wel wat... Ik ga om die reden even een nieuw biertje pakken. Joujou. Ah, dit is kut. Oh, lelijk. Ik ben echt zo blij met mijn bieren. Wat een kratbier, zegt Robert. Wat een toor. Hij vond de Babs, denk ik. Babs 2. Echt? Maar serieus? Niet een afschap. Ja, Robert Kennedy is dit serieus. Want hij heeft ook de moersleutel antivries heeft hij gewoon weggegooid. Zeker ja, dat was echt heftig, gewoon. Ik vind antivries echt heel lekker. Ik heb er nog eentje staan. Gewoon. Heb je niet de barrel aged? Nee. Bewust niet of gewoon niet tegengekomen? Zeker niet tegengekomen. En ik wilde hem ook niet daarvoor gaan bestellen. Hey, ik moet er nog 5. Mijn lokale feit is niet echt hele boeiende moersmiddel meer. Anekdote. Ik heb toen ik op vakantie ging, een chipketje gehaald bij de Dutch Beer Dad in de slijterij. En toen was één blik heeft de reis helaas niet overleefd. Die is lek geprikt door zijn broeders in fles. Maar goed, ik heb een nieuwe.
Dus ik ga hem nu proberen. Ik heb geen idee wat het is. Oh, het is Rogue Nation of zo. Wat is dit? Het is een Dead Guy Ale Rogue. Oh ja. Yeah. Yeah. Dus ik ben benieuwd. Ik ken het niet. Ik weet het niet. Maar ik wilde hem drinken, want ik vond het gewoon een tof etiket. Hij is wel vet. Het biertje was volgens mij is het volgens Untappd is het zelfs een Maibock. Duitse stijl. Maar het is eigenlijk gewoon een beetje een blond ale. Maar hij heeft wel wat zoete invloeden. Dus... Ik ga gewoon eens kijken. Hij is zeker lekker. Ik ben zeer benieuwd. Ik vond het vooral erg spijtig dat hij lek was vorige keer. Dat was echt janken met de pet op, zeg maar. Maar hoe ver moet jij rijden naar die winkel? Ik moet rijden naar die winkel waar ik gehaald heb nu. Ja? Een klein, iets meer dan een half uurtje. Oh, toch wel. Nee, dan is het toch een soort van accident. Geen punt. Maar moet ik nog even eentje openknikken anders? Ja, Bas staat voor. Laten we Bas eerst doen, maar Bas staat toch op blijf. Ja, dat doe jij eens even. Trekken we hem even gelijk en dan... Als je nog een leuke anekdote hebt, kom er ook gerust mee. Dat ga je toch vullen. Oké, dit is wel eventjes een... Sorry. Een ding. Wacht, waar is mijn camera? Zo. Nee, geen sorry. Oh, ik dacht ook sorry. Barley Wine 2, 10,5%. Maar dit is wel een naakt flesje. Oh, weer. Yeah. Tweede. Nice. En deze ziet er wel wat lichter uit trouwens. Dat is een barley wine. Ja, dat is een barley wine. Die is lichter dan een stout natuurlijk. Hoeft niet. Maar meestal wel. Ja, meestal wel. Ruikt die goed, Peter? Je proeft echt zo professioneel. Veel professioneler dan ik. Ik ben echt zo... Maar... Ja, dat leer ik van jullie, hè. Ik bedoel dat... ik kijk jullie video's en dan denk ik... Hey, dat is interessant. Ga ik ook doen. Ah, wij begonnen... Dan heb je niet in mijn gekeken, want ik gooi het achterover. Gewoon zuipen, hoppakee. Bas, is dit meer dan 7%? Kleintje stout, klein stoutje. Give or take. Een tap alles. Ik ben even aan het graven wat mijn kleintje stout is geworden. Klein blikje, half liter of... 33 centiliter? Ik denk dat het een milkzout is, maar daarom zit ik zo laag. Nee, fuck, ik weet welke het is. Ja, je zit, ja. Ah. Ijskoud. Ja, wat ijskoud. Je drinkt hem ijskoud. Oh. Nee, maar dat ik ijskoud zit qua gok. Nee, dat niet. Dat niet. Je zit, je hebt, op basis van de kleur heb je alleen al gelijk. Maar niet helemaal. Dit is een bier uit Verenigde Staten. Virginia, als ik me niet vergis. US. Ja, roep eens wat. Wat proef je? Ja, ik zit heel sterk op de melkstoutboot. Klein koffietje, klein zoetje. En hij tankt lekker weg. Alles stinkt werkelijk. Weet je wat het is? Als ik livestreams doe, moet ik niet reviewen. Want dat gaat knijterhard en ik heb helemaal geen idee wat ik aan het doen ben. Dat is echt niet normaal. Welcome to my life, Simon. Geen probleem. Weet je wel, dit was 75 centiliter. Weet je wel, die is ook gewoon bijna down the drain. Uurtje, houdoe. Hey, hoeveel bieren hebben jullie nog, Peter en Simon? Twee. Ik twee, en Bas, Peter drie. Bas drie. Vier, denk ik. Oké. Okay. Bas 4, of niet? Ja. Ik mag het ook. Maar jij eerst, Bas. Wow. Hou ons niet in spanning, vriend. Nou, jawel. Wacht even, waar zit die camera nu? Bovenin nog steeds. Zelfde plekje. Nee. Ja. Oh, ja. Nee toch. Oeh. Maar de Bas, is het Omnipollo? Nee, dit is Maltgarden. Oh, Maltgarden. Verdomme, Simon, dat heb jij wel weer goed, jongen. Toddig. Oh, ik heb deze gewoon gemist, hè. Ik kan wel janken. Wow. Jammer dat Peter er nou even niet bij is, maar wow. Hij kan het terugkijken. Wow. Is die al helemaal gevlogen? Nee, hij is nog online, alleen hij is... Poetsie.
Oké, nou dankjewel. Even voor mij als biernoep tussendoor. Is dit iets bijzonders? Wat was het? Nee. Het is gewoon... Het is absoluut een redelijk gewone stout, denk ik. Maar zodra er kokos op een stout staat, ben ik hyped. Oké, cool. Ja, en maple syrup, hè? En dit is de Funky Garden. En volgens mij heb ik wel eens eerder een Funky Garden op. Van Malt Garden. Die was trouwens volgens mij niet met coconut en maple syrup. Maar... Daar spuug je niet in. Het is wel serieus goed bier, dit. Daar had je ook de Park Bench en de nog wat afternoon en zo. Heb je van die hele dikke stout van Malt Garden. Ja, ik heb alleen die Mars van hun op. Ik weet niet eens hoe die heet. Ik noem het de Mars. Ik vond die echt wel te heftig. Oh, maar dat was echt een vloeibare Mars. Okay. Ik had die met kokosnoot op en die was echt ziek lekker. Ah, hier. Oeh, Old Rasputin heeft wel een naam, toch? Mm. Ik heb het zelf nooit op, maar dat is wel een dingetje. Nou, ik heb toevallig vandaag nog wat mooie Old Rasputins voorbij zien komen. Dus ik denk morgen even op de gram... Onze manager wordt kwaad, jongens. Oh, we moeten even doorpakken. Kijken, mensen. Ik ga eerst even bier halen. Ik pak gewoon Peter, moet jij er even een open? Dan kan Bas bier halen. Ik pak gewoon nog eentje uit. Huishoudelijke mededeling. Ah, oké, ja. Ik moest even plaatsen, Simon. Maar, kijk, er is hij weer. Hey, Peter! The man, the legend, beer Instagram is back. Je hebt volgens mij reactie gemist van de unboxing van de Malt Garden. Deze ken iedereen ik wel. Iedereen was hij op de Malt Garden. Met de Dutch Beer Dad. Oh, vogeltjes. Eentje, nog eentje. Een nog eentje. Vogel. Oh, met een D, netjes. Dit is een vermakelijk blondje. Hij is een beetje... ik vond hem een beetje slapjes toen. Maar wel smaakvol. Als je hem niet lekker vond, mag je het gewoon zeggen hoor. Ik vind het namelijk ook niet lekker. Nee. Ik vond het wel lekker, anders drink ik hem niet leeg. Als ik iets niet lekker vind, gaat hij door de grootste heen. Is dit eigen voorraad, Merel, of is het wel ingekocht? Nee, dat is allemaal ingekocht. Denk je echt dat ik dit in mijn voorraad zou hebben? Ja. Ik had hele mooie bieren in mijn voorraad wel, maar gekregen. Bier voor jou komen. Ja, ik werd onder druk gezet. Ik moet geen bier meer voor jou kopen, zei ik. Jawel, dat mag. Oh, ja, ik kom vaak met zulke bieren thuis. Blond bieren, trippels. Oh nee, dan doe maar niet. Wel wat, toch? Hey guys, ik heb nog een paar minuten, dus het zou fijn zijn als we even... Ja, ja, maar even doorpakken. Het zo op. Oh, pak even door, Bas. Ik heb nog even eentje bij je. Hoe laat moet je beginnen, Peter? Wat is dit nou weer dan? Nog zo'n naakt flesje... Ja, leg het verhaal even. Het verhaal. Ik heb jullie een tijdje geleden, volgens mij op Som heb ik een foto gestuurd over twee dozen gevuld met testbrouwsels van X. Oh ja. Ja. Dus, was dat ook met die hazelnoot of wat zat erin? Amandel iets? Nee, dat was mijn eigen brouwsel. Okay. Dit zijn echt testbrouwsels die ze aan het testen zijn om te kijken of ze later in productie kunnen. En wat jij hebt gehad is een New England IPA volgens mij. Nee, zover ben ik denk ik nog niet. Ah, die komt nog, maakt ook niet uit. Ze zijn buiten het budget om. En wat je nu in je handen hebt. Ik heb nu alleen de BW'tjes. Kun je dat zo zien? 2 en 3. Ja, 2 en 3. Maar wel een 3. Ja. Dat zijn twee dezelfde barley wines, maar met een ander gist. Oké, dat kan wel een groot verschil maken. Maar wacht even, als Peet moet er vandoor, moet je nog een keer poepen? Hè? Moet je nog een keer poepen of moet je... Ik moet straks werken. Kijk. Oei, oei, oei. De blinde dokter. Damn. Sorry. Van sorry, inderdaad. Merel, hoe valt je puzzel inmiddels? Wat zei je? Ik vroeg Merel, hoe valt je puzzel inmiddels? Ik heb het allemaal zo bedenkelijk aan het kijken wat iedereen binnenkrijgt. Van... Oh, zo. Nou ja, ik weet wie jou had en ik weet wie Bas had. Of als in andersom, hè? Ja. Ja, ja. Maar verder.
Je bent nog niet... Het blijft spannend. Okay. Ik weet dat Peter op je Instagram in ieder geval Bas had. Yo. En Robert had jou, Simon. Echt? Ja. En ik had Peter. Jo. En verder denk ik... Ja, verder weet ik het niet, want ik dacht dus bij mijn gedicht dat Peter mij had. Of zijn gamer Peter. Nee. Maar ik weet het niet zeker. Nee? Nee. Ja, nu ben ik dus weer helemaal in de war. En de plak. Ik denk, mijn eerste reactie was Simon, maar er staat dus in van... Wat moest Peter hier toch meer mee? Ja, maar dan is het dus andere Peter. Ik weet het niet. Nee, want andere Peter kan hij niet hebben, want die had Bas. Ik denk dat het speciaal voor Peter hier weer gesmeerd is, doe ik even de laapje. Hey, ik heb er nog twee, hè? Ho. Oh. Ja, dat lukt Bas wel op jou. Maar ik heb niet al gezien wat het is, maar ik wacht wel even. Ik maak gewoon nog even dus het laatste blauwe papiertje. Ik heb er overigens ook gewoon nog twee, hoor, dus wat dat betreft. Maar ik denk weer dat jij bijna goed zit. Bijna. Meer dan het is zo. Het zal wel een hele leuke platwist zijn, ja. Netjes. Ik ben enig kind en we hebben een keer een gedaan met z'n drieën. En ik ben mijn vader had gesteld. Oh, wauw, ja. Netjes. Dit is de Tai Tai Triple. Dat is mijn favoriete triple. Vandaar dat ik hier erbij had gedaan. Ja, triple. Omdat ik zoiets had van... Dat is een triple, daar hou ik niet van. Maar aan te ontdekken ben, is dit misschien wel een... Peter, je moet je mond houden. Trippels zijn veel lekkerder dan blond bieren. Ja, ik moet helaas bekennen dat ik zowel die Anderson Valley Brothers David Triple als dat biertje wat ik nu aan het drinken ben, deze, die dooien. Ik vind ze allebei erg prettig, moet ik zeggen. Dus ik ben benieuwd, Spicy Triple. Wel een beetje pittig, dus ik weet niet hoe die tegenwoordig is, maar toen ik de eerste keer dronk, dacht ik, auw. Ja, pittig gewoon in scherp, bedoel je. Nou, dan ben ik wel gewend. Thuis. Thuis. Ik ga gewoon weer iets pakken. Nice. Maar dit is dus gewoon uit mijn hometown. Het is super vet dat ik hem heb, maar... Ik moet denken aan Bruce Springsteen nu, hè, mijn hometown. Nee, daar ben ik niet thuis, maar dit is gewoon 100% Big Daddy. Iemand van de carnaval of zo, hè? Ja, dat kan allemaal niet, hè. Meer Guus Meeuwis, minder Bruce Springsteen. Ik heb het erdoor. Oh, één Guus Meeuwis. Ga maar erbuiten. De Red Velvet Coconut Christmas. Oeh, nice. Wat? Ken ik alleen qua naam. Ja, dit is voor mij nummer 13. Ik kon hem niet vinden. Nice. Lekker. Ik vind die liquid dus rustel nu toch wel echt lekker. Maar ik heb misschien ook wel koffie gehad. Ik heb die Irish koffie niet gehad. Maar die vond ik dan weer verrassend. Want ik hou niet van koffiestouts. Maar die was dan weer toch ook een zoetje en een dessert karakter. En ik dacht, oh, die is wel oké. Ik heb er nog één. Bas ook, Nico. Dan moet Bas de laatste maar doen. Here we go, people. Dit is hem, de crème de la crème. De klapper op de vuurpijl. Ik hoop dat het ook gewoon een Heineken is. Koffie. Dat is geen Heineken. Irritant dat die camera aan de andere kant zit. Ik ben benieuwd. Dit is een Bird Brewery Zwaanzinnig wit bier. Dat klinkt wel een goede afsluiter, Zwaanzinnig. Dat is wel Zwaanzinnig. Ik ken hem niet, ik ben benieuwd. Wit bier dat... bekoort mij meestal met de zomerdag wel. Deze ga ik gewoon even laten staan nog. Dus, hey, Simon? Ik zeg even laten staan nog. Ja, dan moet ik hem even laten staan. Ah, dat gaat ook wel. Maar ik drink ook gerust met de winterdag. Ik ga het gewoon meemaken, ik ben benieuwd. Lekker, top, dankjewel. Dan zit er voor mij nog eentje in het passenpakketje, als ik me niet vergis. Zeker. Ik ben benieuwd. En dat is ook niet de minste. Bonk, okay. Of niet? Volgens mij heb ik nog nooit iets van deze power op, maar dat etiketje ken ik wel. Oh, nou is een monk. Of niet? Nee. Dit is namelijk Patron Society Exclusive. Oh, die is wel van Northern Monk trouwens. Ja. Oké. Ik dacht dat. Ik begon aan mezelf te twijfelen. Dit is een
een bier uit hun exclusieve serie die ze normaal alleen naar bepaalde abonnees sturen. Maar ze schijnen een uitzondering te hebben gemaakt voor deze variant en nog een variant. Ziek. Schijnt echt een mooi pakket, Peter. Wow. Echt wel ziek. Ik zou je al vertellen, ik heb heel wat bieren van Northern Monk al gedronken. Maar echt alleen maar IPA's, brown ales en al die shit. En nog nooit in dit geval een PBJ porter. Gebaseerd denk ik op een... dat is met peanut butter denk ik, hè? Mm-hmm. Ja, peanut butter jelly. Mijn slijter had er ook maar vier in. Ik heb ook een peanut butter jelly op van Northern Monk. Ik ga even opzoeken, maar dat is dan niet hetzelfde. Grape jelly draadjes. Misschien is dat het, ja. Ik heb ook nog één flesje. Ja, oké. Het is wel gaaf. Sinterklaas klasse gedaan. Trouwens. Sinterklaas. Was dat glas nog heel? Welk glas? Wie was dit met bier voor Basie? Ik had deze van een. Peanut butter jelly. Stars and Stripes. Peanut butter jelly porter. Ga je die pindakees halen van Kees en Frontaal? Zeker, zeker. Heb ik niet gehoord? Ga ik zeker doen. Ja, er is een pindakees van Kees en Frontaal. Dat is hoe zou je dit doen? Ik weet niet of je hem al hebt, maar... Pindakees? Ja, pindakees. Ja, gewoon... Ah, kijk. Okay. Oh, ik zie het. Nice. Een beetje een mindfuck, maar dit is wel heel erg gaaf. Deze heb ik nog niet. Dat is mijn favoriete glas. Ja, de mijne ook inmiddels. Hij is zo chill. Hey, Robert, even een opladertje zoeken, jongen. Hey guys, ik ga er wel vandoor, jongen. Hij is lekker fijn ook. Ik ga er zo ook vandoor. Hey, ik ga er vandoor, ik moet naar mijn werk. Werk zeker. Dankjewel. Ik trek deze nog even open en dan hebben we het gehad, denk ik. Ja, maar ik wil dan ook wel raden wie had, want dat weet ik nog steeds niet. Sint zat te denken wie dit bier zou schenken. Maar niemand weet wie dit bier zou schenken. Dat is een mooi tussen, hoor. Trippel, trappel, netjes. Die is leuk. Dan heb ik weer een bier voor over 2 jaar. Nice. Ik heb ook die Meulijn eigenlijk drinken. Belgisch speciaal bier. Trippel is zeer dicht en wit. Oké. Okay. Heeft Robert zijn telefoon dan onder oplader of niet? Nee, die waren 3%. En die laatste 3%. Zijn oortjes zitten erin, dus hij kan geen oplader pakken. Heeft die gast een iPhone of zo? Koop rommel, hè? Krijg je dat? Mooie dingen. Sorry. iPhone moet je kopen, dat is zo beter. Chinese merk. Maar Merel, doe even je verdict. Ja, wat ik ben even een soort van tabel. Oh, wauw. Ik heb mijn mystery beer inboxen. Ik zeg dat het een milkstout is van 7,2%. Je zit in de goede richting in ieder geval. Maar ik ben er niet helemaal. Oatmeal stout. 6,2%. Oh, maar wacht. Bas had natuurlijk Simon. Oké, dan zijn er 2 dingen die kunnen gebeuren. Ofwel Simon heeft mij, wat ik denk. Oh, wacht. Bas had Simon, hoe dan? Ik heb een hele boersleuteldoos uit zitten pakken, hè? Nee. Oh, sorry. Nee, ik bedoel... Nee. Ik bedoel Robert als Simon. Oh, kut. Oh, ja. Nou ben ik weer terug bij af. Oké, wacht. Nee, wacht. Oké. Peter had Bas. Bas, weet ik niet wie die had. Robert had Simon. En Peter... Peter, gamer Peter had Robert, denk ik. Nee. Peter Gamer had andere Peter. Peter Gamer had Peter Bier. Oh, ik dacht dat jij mij had. Dan heeft Simon mij, denk ik. Ook niet leuk, dit. Hoezo? Ja, maar wat moeten we dan doen? Ik weet het niet. Ik denk dat ik Peter had. Peter had Bas. Bas had jij denkt dat jij Peter had. Bas had Robert had Simon had Merel. Dat denk ik. Oké. Ja, de laatste klopt in ieder geval. En wie had ik? Oké, dan is dat het inderdaad.
Ik was er een beetje aan het twijfelen. Oké, ja, dan was dat. En dan vind ik het gedicht echt supergoed gedaan. Want ik ben echt helemaal in de war door dat gedicht. Ja, ik heb juist iedereen zijn naam genoemd. Dus, oh. Waarschijnlijk heb ik zo dik die Piet Peter opgelegd. Omdat je Peter maar één keer hebt genoemd, dacht ik dus dat de andere Peter was. Omdat je verder iedereen noemde. Ja, precies. Ik dacht één keer dat ik anders gaat het opvallen. Wel een heel leuk gedicht, trouwens. Wat zei je, Bas? Ja, ik heb al die gedichten gemist, maar ik kan die gewoon nog even een keer? Moet je even terugkijken, dit komt morgen. Je kunt ze ook terugkijken, ja. Morgen op Replay TV, dan... Ja, Robert is gewoon lazy fucker, hè? Dat kun je wel zien. Ik ben echt heel blij in ieder geval met mijn dingen. Oh, ik zal het trouwens even voor jou laten zien, Bas. Ik heb de Krusty Coconut Crab gekregen. Ah, kijk, dat is een toppertje. Ja, die is echt heel lekker. Ik kon hem dus echt niet meer vinden. En ik vind dit is echt een hoogtepunt. Getting Tiki. Dat vind ik echt super ziek. Pina Colada Nitro. En deze. Amundsen. Kusbiertje. Is dat die Nijpa of niet? Nee, een Choco Shake Stout. Beter. Hey. Dus ik ben blij. Ik snap alleen deze niet helemaal. Gewoon met je IPA's haat. Niet dat op je IPA's haat, moet er een goede Black IPA zitten. En iedereen zegt dat het goed is. Ik heb hem nooit op zelf. Maar ik dacht, die moet er gewoon in. Oké. Wat zei je, Peter? Ik hoorde jou niet. Bas zit te zeggen dat ik deze twee heb, zeg maar. De trotse Uje. Oh ja. Uje. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Anders Uje. 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 Gewoon Uje. Ja, Uje. Geen moeilijk accent. Nou, anders is het ook niet zo moeilijk. Ja, maar even serieus, wat is een krooier? Krooier. Hoor ik het eens in een zin, kan dat? Ik moet de krooier erbij pakken. Kruiwagen? Ja, hoppakee, 10 punten van wereld. Oh. En dan hebben we nog een heden. Heden? Heden. Moet de heden snoeien. Echt? Ja. Maar dat gebruik ik niet hoor. Even ter verdediging. Misschien ook omdat ik nooit tuinactiviteiten doe. Dus dat scheelt ook wel. Dat scheelt ook wel. Zeker weten. Maar heeft Robert gelijk, Bas? Ja, Robert heeft gelijk. Ja. Ik ben benieuwd. Robert, dan moet jij een livestream nog doen in je eentje. Naakt. Een beetje lullig, hè? Even Bas, je hebt er gewoon te laat verstuurd. Geef hem maar gewoon toe. Gewoon gisteren verzonden. Peter, ik heb uit zeer betrouwbaar dat mijn pakket eerder weg is gegaan dan die van jou. Want ik weet waar jij een deel van hier hebt gekocht. Dat ik hem 2 dagen geleden heb verzonden. Dat heb ik uit een heel betrouwbare bron. Ja, nou die van mij dan is dus al 4 dagen onderweg. Ja. Ja, ik zeg het al, er zit verschil in. Zodra je in het noorden iets koopt, is het een dag later gewoon binnen. En hoe verder je uitloopt. Je snapt ook niet dat mensen in Noord-Holland gaan wonen. Dat is gewoon een beetje. Ja. Ja, Noord, hè? Maar ook pakketjes uit Noord-Holland komen niet aan, hè? Dat weet je. Met dat schorten bedoel jij. Ja, mijn hart breekt nog steeds. En die van Robert ook trouwens. Weet ik dat ik eigenlijk nog wilde doen, meer. Ja, dat hoop ik ook. Nou. Als ik ook iets leuks richting Alkmaar sturen, dan... Ik wilde je eigenlijk je eigen stout, zeg maar, sturen, die je gebrouwen had met Anneke. En dan mis je weer. Ik dacht, ik ben zo benieuwd wat er nou gebeurt. Geniaal. Ja. Ik dacht, nee. Dat nou, waar heb je deze vandaan? Ja, die had ik tot wel staan voor jou. Ik dacht, dat is perfect. Ik zei al, een paar, 2 of 3 maanden geleden, zei ik van, oh, ik heb er nog alleen, kom maar goed. Maar zonder gekheid. Ik heb letterlijk alle slijterijen op mijn buurt gevraagd. Ik heb de moersleutel gevraagd. Voor mensen die hem niet kunnen vinden, zonder gekheid. Ik ben 2 weken geleden nog bij mijn slijter in Teteringen geweest. Staan ze gewoon nog. Ja, ik kreeg net echt een berichtje van iemand die er dus aan het kijken is, Esther. En die zei dus van... Kulli. Ja, die zei... Even kijken, ik kan het nou niet meer terugvinden. Oh ja, biermoment heeft er ook nog staan. Maar zal ik jullie wat vertellen? Die Krusty Coconut Crab, die heb ik ook nog op het plankje voor speciale klanten staan. 2 blikjes.
Komt hij nu mee. Speciale klanten, dus waar heb je mee? Merel wordt helemaal gek. Ja, maar Merel komt veel te weinig in het noorden van Want. Ik ben oprecht in juni voor het eerst in Groningen geweest überhaupt. En verder ben ik nog nooit in Drenthe geweest. Wat? Nee, jij was in Overijssel. Dat kan niet, Merel. Dan moeten we rap verandering in brengen, want dat kan niet. Dan nooit in Drenthe geweest. Nee. Hey, dit is niet waar. Merel, jij zat in een hotelletje in Rode, toch, of niet? Dat is Drenthe. Ja? Dat is Drenthe. Wow. Oh! Drenthe City. Echt? Ja. Nog net, hoor. Maar dat was super dicht bij Groningen. Ligt Groningen zo op de grens van Groningen? Yep. De grens van Groningen met Drenthe, ja. Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Dus dan ben ik in Drenthe geweest. Dat is 10 minuutjes, zeg maar. Dan ben je er. Ja. Mooi, hè? Uit Rode was je naar Groningen toe gegaan, naar de slijterij van Erp. Want daar heb ik jou heel eventjes gezien. Maar eigenlijk had je gewoon de straat uit moeten wandelen en naar dezelfde van Erp, maar dan in Rode moeten gaan. Daar zijn we wel langs gereden met de bus. Ja, want daar is dat plankje voor speciale klanten, zeg maar. Maar dat was wel in juni. Volgens mij was dat toen. Ja, toen had ik ook al een speciaal plankje voor jou, hoor. Ja. Klinkt als een mooi moment om in ieder geval deze livestream af te gaan sluiten, denk ik. Zeker. Ja. Ik hoop dat iedereen blij is met zijn pakketjes. Ik in ieder geval wel. Ik ben heel benieuwd. Ik ben benieuwd of dat gaat bevallen. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. De bieren zie je waarschijnlijk nog wel ergens op mijn socials voorbij komen. Heito, hopelijk tot een volgende video. Cheers. Bedankt allemaal. Yo.